Hi, ik ben Monique van Meets & Basics. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuw tutorial. Vandaag ga ik laten zien hoe je een ketting kunt kettelen. En ik heb er een dubbellaagse ketting van gemaakt. Ziet zo uit. Echt een leuke feestelijke ketting door de mooie glanzende facetkralen en parels heb ik erbij gebruikt. En het is gewoon een hele leuke ketting die niet zo heel erg moeilijk is om te maken. Dus ik zal even laten zien wat je allemaal nodig hebt. Nou, als eerste heb je een tangetje nodig en een kniptang. Jasseron van 6 mm gebruik ik. Twee zakjes nietstiften. Een karabijnsluiting. En splitringen. En dan een paar verschillende kralen die je leuk vindt. Ik heb hier facetkralen. 8x6 mm. Twee verschillende kleuren. En de grijsblauwe parels. Nou, voor de ketting maak je allemaal verschillende schakels. En dat doe je op de volgende manier. Je doet een kraal op de nietstift. Uiteinde doe je tussen je tangetje en dan draai je dat eromheen. Je buigt een klein stukje terug en dan buig je hem dicht. En dan zit er een oogje aan. Het ziet er zo uit. Nou, de schuif een beetje recht maken. Zo. En die kraal die schuif je tot het oogje. En dan maak je ook een oogje aan de andere kant. Je knipt hem af totdat je iets minder dan een centimeter van de stift over hebt. En aan de andere kant doe je hetzelfde. Dus het uiteinde tussen je tangetje. Een beetje ombuigen. Zodat er een oogje aan zit. En dan is dit een van je schakels. Nou, zo maak je gewoon alle schakels voor je ketting. Je zet weer een kraal op stift. Maak je een oogje aan. De andere kant knip je af. En dit oogje dan doe je nog niet helemaal dicht, maar je haakt meteen de volgende schakel eraan. En dan buig je hem dicht. En dan zitten ze aan elkaar vast. Nou, doen we nog een parel. Oogje eraan. Nou, dat zit zo aan elkaar en zo ga je door totdat je ketting lang genoeg is. Nou, ik heb nu een hele ketting gemaakt van alle schakels. Je kan hem ook wel leuk is met dit ontwerp. Nou, als je hem bijvoorbeeld gewoon zo als een wikkelarmband draagt. Of je kunt hem gewoon zo als ketting dragen. Is ook echt al super leuk. Maar ik ga er een dubbele ketting van maken. Dus dat die zo komt. Een beetje dat idee. Nou ja, je zou hem helemaal dubbel kunnen kettelen. Maar ja, dan ben je best wel even bezig. Dus ik doe gewoon aan de achterkant een stukje jasseron. Want dat zie je toch niet heel erg. En het past er ook gewoon heel goed bij. Dus je hebt nu één lange streng van kettels. Die ga je aan elkaar maken. Dus de laatste, die haak je aan de eerste. En die maak je dicht. Zo. En dan is het helemaal rond. En dan doe ik er twee stukjes jasseron van 10 centimeter. Doe ik dan hier. En meet gewoon even bij jezelf wat je een leuke lengte vindt. En dan kun je zien hoeveel jasseron je nodig hebt. Maar ik gebruik aan allebei de kanten 10 centimeter.
En dan ga je die aan een oogje maken. Je doet hem een klein beetje open. Die haak je ook door een oogje. En dan doe je hem weer dicht. En aan de andere kant. Dus je pakt gewoon de laatste schakel en die maak je een klein stukje open. Die haak je er ook weer doorheen. Zo. Nou, dan is je ketting bijna klaar. Moet je alleen nog een sluiting eraan maken. Aan de ene kant gebruik je gewoon het laatste oogje van het jasseron. Daar doe je je sluiting aan. En aan de andere kant maak je nog een karabijnsluiting. Daar gebruik ik even splittering voor, want dan blijft het beter vastzitten. Dus maak je die splittering open. Dat is best wel even een gepriegel. Maar probeer hem open te maken en dan je tangetje ertussen te zetten. Blijft hij een beetje openstaan en dan kan je de karabijnsluiting er aanhaken. En dan zo er omheen draaien, net een beetje zoals met de sleutelhanger. Nou, knijp je het ringetje weer netjes bij elkaar. Dan maken we deze laatste schakel open. En dan zit je sluiting eraan. En dan is je ketting klaar. Nou, als hij om is, ziet hij er iets mooier uit. Het model zit er niet helemaal in zo. Maar dit is het idee hoe je de ketting maakt. Nou, ik hoop dat jullie me leuk vonden. Alle materialen kun je in de webshop kopen. www.beadsandbasics.com. En voor nog meer leuke sieraden tutorials kun je op ons kanaal abonneren. Doei doei!